Ja, Jean-Pierre van der Velde 1-1 gespeeld op het terrein van Ronse. Dat betekent dat het behoud nu helemaal zeker is. Maar het was nog bibberen op het einde van de wedstrijd. Uiteraard. Maar ik vond wel dat we vandaag vooral het eerste half uur zeer goed gespeeld hebben. Ik vond dat we een goede balcirculatie hebben, dat we het meeste gevaar hadden. En we komen dan ook terecht voor met 1-0. Een mooi doelpunt. En dan hebben we beginnen een beetje de bal te bevriezen op het middenveld. Ik wist niet waarom. Heb ik ook aan de spelers laten voelen tijdens de wedstrijd en vooral met de helft. Om te zeggen, jongens, speel meer naar voren, speel meer diep. Want zo ga je moeilijkheden vragen. En dan hebben we het ongeluk dat dus, zoals altijd in voetbal, Ronse had veel te verliezen vandaag. En daarom kregen ze de hulp van de 12e man. Die toch wel begon een beetje in functie te fluiten van Ronse. Dan op een zeker ogenblik krijgt Lander een volgens mij terechte gele kaart. Maar het is niet geel, het is rood. Dat wij ons afvragen, alleen daar in het midden van het terrein rood, waar nog acht man achter de bal is. Dus normaal geel akkoord, maar toch niet rood. En dan weet je dat het niet gemakkelijk wordt tegen een ploeg die toch wel heel goed kan voetballen. En ook grote jongens voor hun heeft en veel snelheid heeft. En wij met 10 man. We hebben gedaan wat we moeten doen volgens mij. Wij moesten vandaag een punt hebben. En daarmee ben ik ook heel blij dat we toch op het einde van de wedstrijd het punt hebben. Volgende week is er dan die wedstrijd thuis tegen Lierse. De laatste wedstrijd van deze competitie. Kan je misschien aan onze supporters een oproep doen om toch met veel inzet die wedstrijd te beleven volgende week? We gaan zeker en vast met inzet spelen, want tegen Lierse kun je niet elke dag spelen. Per toeval heb ik ook met Oostende twee keren, of toch één keer gewonnen en één keer een gelijk spel gedaan met Oostende. Dus ik heb daar een goed gevoel bij en we spelen thuis. We hebben al 4 schitterende partijen gespeeld thuis. Dus ik ga ervan uit dat we een 5e gaan spelen. Ik denk en we gaan er alles aan doen om toch wel dit minder goed seizoen af te sluiten met een overwinning. En ik zeg het nog, het mag een goed Lierse zijn, maar we gaan ons veel duur verkopen om die wedstrijd toch proberen naar ons toe te trekken. Oké, dankjewel Jean-Pierre van der Velde en proficiat met het behoud.